Deze, ja, vlievering van een potje rijden. Ik had Sean helemaal laat de kloten. En hebben we zwevende hoofden in de auto. Doe het voor me. Doe het la. Rennende bier. Ja. Wow, de rennende vrouw buiten op de bier. Dat het regent. Welkom. Welkom bij de nieuwe aflevering van Scratch. Wij zitten op het moment in een auto en het regent, vandaar dat je... Bedenk net iets. We hebben weer in hetzelfde aan. We zitten dus in Breda en het regent en het is heel irritant, maar we zijn dus vandaag tourmanager. Oh ja, we zijn tourmanager inderdaad, wat leuk! We gaan een keer een artiest naar een optreden brengen en dan weg. Ja, want tijd is geld. Lekker potje, rijden. Lekker potje, rijden. Yeah. Ja, hoor. Oeh, zo. Yes, Niels. Goedemiddag. Oké, we moeten volgens mij een beetje haasten. Oh, ja, dat is een foutje, van mij. Nou, het was een pittige avond gisteren, dus ik heb een beetje de tijd vergeten. Maar we hebben een uurtje om naar de boeking te komen. Hoezo? Nou, dat is 58 minuten reis ik hier, dus het komt helemaal goed. Ja? Jij bent in charge, Stefan. Ja, jij bent vandaag tourmanager. Oh, ja. Ja, nou, hoe bedoel je, jij? Nou, ik kan... Jullie toch? Ja, wij twee, Sean. Wie gaat de tas dragen dan? Nou ja, kijk, zeg maar tourmanager als in het rijdende gedeelte. Ja, even kijken, je moet vandaag, we moeten nu eerst in Middelburg. Ja, City of Dance, dacht ik, ja. Yes. Ja. Nou, jullie zijn met z'n tweeën, toch? Ja. En jouw compagnon, waar is hij? Ja, die appte net dus. Hoe laat ben je hier? Ik denk, hoe laat ben je hier? Oh, want hij is er al. Ja, schijnbaar. Oh! Ja. Ah. En het probleem is, ik ben eigenlijk al, hij is nog wel eens een beetje te laat. Ja, dat hij dingetjes vergeet. Dus ik heb wel USB-sticks enzovoort bij zich. Oh. Dus het wordt nog een mooie uitdaging, ja. Maar ik ben eigenlijk nog nooit te laat gekomen. Dus dit is wel een primeurtje. Oh, dat zou net zeggen. Tof zijn dat ik dit heb. Doe maar even je compagnon. Pepijn. Pepijn is echt hilarisch grappig ook, ja. Ja? Ja, droge humor. En krijg je vaak te horen dat mensen denken van, meent je nou serieus? Maar jullie zijn met z'n tweeën, zijn jullie frequencers, toch? Ja, correct. En jullie hebben ook nog... je zit op de verkeerde baan, inderdaad. Hé, wij zijn echt... Nee, we hebben de tijd. Nee. Ja. Waar kom je vandaan eigenlijk? Ik kom oorspronkelijk uit Doetinchem, of uit de buurt van Doetinchem. Oké. Okay. Heel heet het, heel klein plaatje, in de Achterhoek. Echt? Ja. En ik ben... Ben je wel een beetje een G? Ja. Een Brabant, ja. Ik ben al 6 jaar woon ik nou in Brabant en dan ga ik eigenlijk vanzelf een beetje... Moeten we hier allemaal in? In autootje. Kan makkelijk. We hoeven heel veel niet te rennen, daar ben ik dan weer blij mee. Dit wel, hè? Was je aan de laatste kant. DJ Live dit, hè? Zit hem opgevouwen met Sean. Ja, lach ik toch. Oh. Thumbnail. Ja, dus dit is die glitter en glamour. Ja, dit is heel zet hier. Politie. Politie aan, daar komt de politie aan. Ik heb geen gordel om, We hadden geen gordel. Het ging bijna fout. Oké. Okay. Nou, ik ga ervoor zitten. Dus... Ja, dit is niet zomaar iets. Ik wil me graag wel even verontschuldigen voordat ik weer iets lichts heb aangetrokken. Ja, ik zei het nog tegen Sean. Nee. Maar ik had het wel kunnen zeggen. Oké, okay. De vriendenboekje vragen van potje rijden met niemand minder van... Zo. Met niemand minder dan Niels van Frequencers. Yes. Jouw favoriete gespreksonderwerp? Muziek, denk ik. Ja. Ja. Ik heb er nog wel, ja, en seks vind ik ook wel tof. Dat is waar. Ja, en seks en muziek, ja. Tegelijkertijd. Daar kan je hele avond over vonden, ja. Waarschijnlijk. Ja, dat is wel een goeie. Ja, seksmuziek. Seksmuziek. Met wie zou jij wel eens een dagje willen ruilen? Max Verstappen. Oh, echt? Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, dat is wel goed inderdaad. Om te racen. Ja, ik ben echt een race-liefhebber. Ja? We hebben ook een plaat gemaakt met, van Max Verstappen toen hij die Brazilië had gewonnen in de regen. Allerlei fragmenten uit die race, zeg maar, wat de commentators zeiden, we in een track verwerkt en hebben toen op Climax gedraaid. Oh echt? Ja, dat ging echt helemaal viraal toen. Zo. Nee, we moeten wel even rennen, Sean. Ja, we moeten rennen, anders is het niet geloofwaardig. Ja. Ja, snel. Met je booty. Ik ben even kijken van... Oké, we staan hier op een epische City of Dance.
Frequencers nu een hele dak aan het afspelen. Kijk maar, er zit geen dak meer op. Kom maar meteen. Wat wilde jij vroeger worden? Ja, mijn vader is politieagent. Jezus, dat was het altijd al heel goed. Voor ons ook? Ja? Ja? Onze vader is ook al. Ja, we zijn geen broers. Broer, ze zijn nog politieagent. Dus. Oh, echt? Ja. Oh, wat vet. Maar ik kan niet zo goed tegen bloed. Dus dat ging al heel snel over van heel klein, van wat papa doet, dat wil ik ook worden. Ja, ja, ja. Toch over. Maar toen, toen wilde ik denk ik toch wel iets van, ik wilde voor mijn altijd een linkercoureur worden ofzo. Dat is echt serieus, dat zat helemaal ingepakt. Ja. Wat grappig. Wat vind je het allergoorste wat er bestaat, Niels? Echt iets van waar jij van zegt, jakkie, daar moet ik van kokken. Nou, ik denk, ik kan niet goed tegen kots. In Mallorca, we stonden te draaien en echt ineens, voor ons neus, begon echt iedereen te kotsen. Kotslucht of iets. Maar er was dus iemand die had gekotst? Ja, denk ik. Ja, die jeugd die staat daar natuurlijk al. Die waren al naar Totally Summer of zo. Ja, precies. De hele dag al zitten zuipen. Helemaal eraf. Ja. Oh mijn god. Had er eentje gewoon ergens even in een hoekje, denk ik. Bij de DJ booth gewoon neergelegd. Ja. Echt crazy op Tomorrowland hier, man. Welcome to Tomorrowland. Tomorrowland, we love you. This is yesterday land. Wat is momenteel jouw lievelingsnummer? Ja, maar dat gaat niet eentje van mezelf zijn. Nee, het kan ook even van ons bijvoorbeeld. Ja. Potentie. Oh. Nee, ik fiche de laatste tijd wel heel erg sterk. Ja. Your Little Beauty. Ja, die is echt lekker. Gisteren dan op Tomorrowland hoorde ik toch weer die I'm Losing It. Ja, die blijft wel hard. Zo, memories. Als hij erin komt, dan zit er zo'n nare wekkergeluid. Maar op Tomorrowland is dat toch ook echt tering hard, lijkt me. Heel hard. Maar dat nummer is ook echt bizar. Ja, want ik had vorig jaar vernomen dat het nummer het meeste is gebruikt op Tomorrowland 2018. Echt? Ja. Omdat jij alle vragen goed had van het vriendenboekje. Van het vriendenboekje. Allemaal vragen goed beantwoord. Hebben wij een prijs voor jou? Yes. Ja. Ben je er klaar voor? Jij wint van ons een. Wat is het eigenlijk? Hoe heet dat? Dit is zo'n dennenboompje voor aan je. Ja, hoor hier, precies. Omdat jullie altijd heel veel op weg zijn en zo. En zweterige optredens. Ja. We kennen het, dus. Ik ben er heel blij mee, jongens. Ja, nice. Ga ik daar ook zeker voor mijn auto aan. Ja. Oh, nice. Fantastisch. Dankjewel, jongens. Graag gedaan. Ja, nou, je hebt hem zelf verdiend, natuurlijk. Weet je? Goed, Sean. Jawel. Ja, hou je nog voor op. Adje. Maar hij moet even een adje doen. Mensen vragen dingen aan jou. Ja. Een van die vragen is, ben jij ook Ted van How I Met Your Mother? Ja. Wow! Ja, die krijg ik echt vaak. En de Punisher. Ja, wow! Inderdaad al, hè? Sorry, ik heb die serie net gezien. Wat vind je het leukste aan hardstyle maken? De energie die erin zit. Ja. Er zit heel veel energie in en de passie die je terugkrijgt van de mensen in het publiek, zeg maar. Oh, wie vind je zelf de beste hardstyle DJ? Ik vind op dit moment Randy echt heel erg sterk, ja. Ja, die vind ik ook wel fijn. Hij heeft Zombie gemaakt. Maar dat was toch op Capital die zo viral ging? Of ik bedoel op Climax? Ja, Climax. Ja, oké. Zombie en hij heeft nu zijn album komt er nou aan.
binnenkort, ja, er staan wat dingen op, Joost. Die heeft de lat hoog gelegd. Nice. Mensen zijn echt slecht in vragen bedenken. Robert ten Brink kan al betere vragen bedenken. Lijkt me wel een sympathieke man trouwens. Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja. Nee, dat waren ze wel een beetje. Ja. Ik ga je ook niet lastig vallen met de kaas, lusje kaas, mayo of ketchup vragen, want dat slaat toch nergens op. Hè? Mensen die dit kijken. Yes! Jij ja, die jongen die mijn vodka nog voor. Nee. Hey! Nog een hier bij. Kom er eens bij. Ja, maar moet dit nou? Waarom moet dit nou weer? Ik moet nog rijden! Ik moet nog rijden! We zijn een nieuwe generatie. Die denken alleen maar aan rijden. We gaan gewoon zuipen. Potje rijden, toch? Ja, maar ik potje zuipen. Sjaan vroeg wat de hardstyle was. Dit hoort wel een beetje bij de hardstyle. Onze generatie, ik ben er klaar voor. Waarom? Wat wil je eerst? Red Bull of Bobka? Red Bull. Stop. Lekker, Sjaan, kom op. Wie is de man? Wie is de man hier? Sjaan, hè? Hij is de man. Kom op, Sjaan. Hij is de man. Slikken. Ja! Yes! 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 Even in de rape van. Wat? Je moet even in de rape, het was fake taxi. De bankbus. De bankbus. We stappen even in om weer vervolgens weer uit te stappen. Ja. Goed man. Yo, busy! Yo, hoe is het? Lekker man, zie je niet lekker volgen hier ook. Wij zijn gevangen. We're influencing the fuck. Hoe is het, jongen? Heb je geen last van je nek? Jawel. Met al die. Jawel, ik heb verkouden last van mijn nek. Ik wou dat drie keer in de week naar fysio. Dat moet echt afgaan. Echt waar, niet? Doet geen pijn. Maar sowieso doe ik het niet zo vaak om al zoveel tegelijk. Dus alle leeftijden, hè? Kijk, ben ik weer. Het is alle leeftijden. Doe het voor me. Doe het laag. Je kan niet je eigen muziek plukken, hè? Nee, gaat wel. Kan ik mijn eigen muziek? Ja, dan ga ik nu uit. Ga ik nu mijn grootste hele kopje. Die het al lang doet. Die kennen ze nog niet, hè? Maar is dit dat item van jullie? Potje rijden, dat was het. Potje rijden, ja, ja. Ja, als je het leuk vindt, kunnen we ook een keer jou naar je show brengen. We komen wel vaak te laat. Ja, maar gaan we vandaag gewoon toe. Ja. Ja. Ja, dan moeten we wel een kleine upgrade wally-wise doen. Nee, dat is goed, joh. Hey, vandaag, hè? Niet te funzig, hè? Nee, niet te funzig. Nee, dat deuntje. Ja, spreek je. Oké, okay, nou, dit was het dan. Oeh. Ze zijn compleet. Ah, bedankt jongens. Ja. Ja. Graag ik zal mij voorstellen, ik ben Pepijn, mijn tweede helft. Ik zat niet in de auto. Nee. Jij was wel op tijd. Ik ben wel degene die op tijd komt altijd. Ja. Niels komt altijd op tijd. Ik ben altijd degene die te laat komt. Maar ja, dit was wel een mooie ik neem keer. Jullie nu verantwoordelijk. Jullie waren de reden waarom Niels ik neem jou verantwoordelijk voor de kots in de auto straks. Maakt niet uit. Daar kom je overheen. Straks heb je een hele leuke avond. Maar we willen jullie bedanken. We vonden een hele leuke dag met jullie samen. Tenminste, met Niels denk ik. Ik heb jullie net 2 seconden ontmoet. Maakt niet uit. Ik vond het super tof. Maar zij willen jij bent de held, want jij bent degene die wel hebt geslopen. Jij moet rijden, dus jij bent heel verstandig. Ik wil echt mijn rijbewijs. Wij moeten rijden naar Duitsland. Dus jongens. Tjallas. Later. Tot ziens. Doei doei. Doei. Doei jongen. Veel succes in Duitsland. Succes in Duitsland. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Echt. Draait alles in. Ja, joh. Jij bent heel verstandig. Ik wil echt mijn rijbewijs. Wij moeten rijden naar Duitsland. Dus jongens. Tjallas. Later. Oké, en op dit moment stappen jullie dan zeg maar uit en blijven wij nog even zitten. Dat is meestal het ding. En dan zeggen we echt gedag. Ja, goed dat jullie ons voorbereid hebben. Ja. 1, 2, 3. Hey, tot ziens. Doei doei. Doei, doei jongen. Veel succes in Duitsland. Succes in Duitsland. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Echt. Draait alles in. Ja, joh. Dit is echt geen slim idee. Wat niet? Dat zuipen. Dat oh, ze heeft me echt. Het is al gebeurd. Echt? Vandaar. Oké, okay, doei. Ja, nee, daar zit het knopje niet. Oh, ja, nee. Maar wel. Oh, oké. Okay. Zo, ja.